partijen meegeven, dat was vroeger een kriem. Dan lag ik s'nachts in mijn bed te denken van hoe moet ik het gaan organiseren. En nu zetten we gewoon fluitend 30, 35 borden uit. De bedrieven is een laagdrempelige zaak waar, met een moderne uitstraling. Een uitstraling waar mensen zich heel snel zich in thuis in voelen, zowel jong als oud. Prijskwaliteit is dik in orde hier en het is een zaak waar we live staan te koken, zeg maar. Het is midden tussen de gasten in. Ik kende de firma Pallas natuurlijk al uit mijn vorige werksituatie in Overveen, waar ze toen een tijd de patisseriekeuken hebben gerealiseerd. Micha van der Krof die was echt laaiend enthousiast over Pallas en ik was het ook hoor in Overveen natuurlijk. En zodoende ben ik eigenlijk bij Pallas terechtgekomen en nog een aantal collega's die ik erover heb gesproken. En zijn komen kijken en ik heb gezegd wat mijn wensen waren en hoe zij er tegenaan keken, wat hun... Ja, zij moesten ook gewoon hun ideeën erop loslaten en zodoende zijn we tot een slotsom gekomen, zeg maar. Ik heb best wel een brede keuken en ik dacht dat ik daar een zwevende klep boven creëer en die in drie fases inzetbaar is, dus van links naar rechts in drie stappen, kan ik op een rustige avond kan ik gewoon één lamp laten branden en op het moment dat nodig is dan kan ik ze alle drie laten branden. En dat werpt echt wel heel goed zijn vrucht af, want partijen meegeven, dat was vroeger een kriem. Dan lag ik s'nachts in mijn bed te denken van hoe moet ik het gaan organiseren. En nu zetten we gewoon fluitend 30, 35 borden uit en dat is echt een zegen, zeg maar. De balk waar die op bevestigd werd, dat was een brandwerende balk, dus daar mag niet in geboord worden. En dus ik ben wel zo eigenwijs geweest om te zeggen, want ik wil toch dat jullie daarover na gaan denken en dat we gewoon, ik wil die klep vrij houden. Dus ze hebben een constructie bedacht en gemaakt, dus dat de brandwerende balk gewoon intact bleef en ik gewoon mijn zwevende klep heb. Ja, bepaalde wegzetten bij de klep heb ik gerealiseerd, waar ik dus plateaus in kan zetten, dat de jongens korte lopenroutes hebben, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook de koelwerkbank heb ik allemaal laten vervangen, want dat was eerlijk gezegd allemaal een beetje gedateerd. Koelkastjes met lades en met een goede vriezer erin. En onderkant waar geen vuil meer in kan, dus dat staat nu op allemaal afgeschermd. Bij de vorige situatie kwam er allemaal vuil onder de koelwerkbanken. En dat kan nu allemaal niet meer. Vanaf het eerste contact is het eigenlijk heel voorspoedig gegaan. En, ik vind de betrouwbaarheid heel erg belangrijk. En als ik daar gelijk een goed gevoel bij heb, dan weet ik gewoon dat we er gewoon uit gaan komen. En natuurlijk heb je tegenslagen, zoals dan bijvoorbeeld met die brandwerende balk. Maar als je daar gewoon met elkaar over gaat praten, en dan kom je toch tot een oplossing. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ik zelf meedenken. En, als zij zeggen van het kan, dan kan het gewoon, klaar. En je moet, vind ik, ook niet eigenwijs zijn als het echt niet kan. Je moet niet ja blijven zeuren, maar gewoon, zij hebben toch heel veel meer expertise dan wij dat hebben natuurlijk.